Gerry Hamstad, de transferperiode zit er weer op. Er is ontzettend veel gebeurd. Is het ook een beetje gegaan zoals ik verwacht had? Nou, dat was moeilijk in te schatten. Hè? Want een half jaar geleden viel corona in. Dus, en 2 maanden later zei iedereen, toen de competitie stilgelegd wordt, van wat voor effect heeft het op de transfermarkt. Dus het was wel een andere transferwindow dan normaal gesproken. Omdat je, het is altijd wel lastig om dingen in te schatten. Maar nu kreeg je toch wel een beetje van, wat doet dat met de markt? Maar goed, gezien de uitgaande transfers die we gedaan hebben, kun je zeggen dat we dat, ondanks de corona, dat prima resultaten heeft opgeleverd. Ja, want inderdaad, we hebben misschien wel een van onze beste spelers verkocht, maar ja, wel voor een hele goede prijs ook, hè? Ja, er was natuurlijk ook een spanningsveld. Hè? We wisten allemaal dat Chidi, ondanks hij heeft eigenlijk maar 7-8 maanden hier gespeeld, dat hij bij veel clubs in de belangstelling stond. Natuurlijk in het begin dan proberen ze met prijzen aan te bieden waarvan je misschien wel zegt van, nou, misschien had je dat moeten doen. Maar we hebben ook altijd gezegd, een goede samenspraak met de toezichthouders, directiemanagement, en we hebben de staf ook altijd aangelijnd van, jongens, we willen dat zo laat mogelijk doen en willen daar een goede prijs voor hebben. Dus dat was wel van, zeker in coronatijd, van, doe je daar het juist in? Uiteindelijk heeft dat een mooi resultaat opgeleverd. Ja, de financiële situatie bij de club is natuurlijk bekend, maar hield het dan ook in dat pas toen eigenlijk echt andere versterkingen konden worden aangehaald? Ja, dat hebben we natuurlijk ieder jaar wel. En vorig jaar is dat met Michel Flab ook gebeurd, dat je voordat je grote herinvesteringen kunt doen, dan dat je eerst moet verkopen. Iedereen weet onze financiële situatie. Corona heeft natuurlijk dat niet in positieve zin eraan bijgedragen. Dus dat wisten we. En aan de ene kant ga je Chidi eerder verkopen, krijg je er misschien een mindere prijs voor. Kun je ook wat minder doen op de transfermarkt. Op het moment dat je hem later doet, kun je meer doen. Dus daar hebben we uiteindelijk voor gekozen. Betekent dat je ook iets langer moest wachten op zeg maar, eventueel nieuwe aanwinsten. Dat was wel uiteindelijk de consequentie. Ja. Ja, nieuwe aanwinsten zijn er ook zeker gekomen. Een aantal zijn aangekocht, een aantal ook gehuurd. Ja. Is die balans goed te noemen dit jaar? Nou, kijk, ja, dat weet je altijd pas achteraf. Hè? Dus het is dus een inschatting, maar dat weet je pas aan het einde van het seizoen. Kijk, wat altijd wel zo is, we hebben het merendeel zijn gewoon eigen spelers. Die liggen lang vast. Hè? Dus wat voor ons belangrijk is, dat we niet alleen nu een goed elftal hebben. Nou, dat is dus in eerste instantie kijk je naar kwaliteit. Niet zozeer wat voor toeters en bellen eraan vastzitten. Je wil gewoon een goed elftal hebben. Maar wat voor in mijn rol zeker belangrijk is, dat ik ook voor de middellange en lange termijn kijk. Nou ja, er staan weer nog steeds heel veel spelers op het veld die van onszelf zijn, die langdurig vastliggen. Jongens die in de belangstelling staan. Daarnaast zit er een groep achter die heel talentvol is, waarvan de komende jaren heel veel plezier aan gaan beleven. En jongens uit de eigen academie. En natuurlijk probeer je het elftal te versterken. En dat hebben we ook gedaan met huurjongens, waar altijd wel weer een bepaalde constructie aan vastzit. Daarnaast waren er ook 3 keepers vertrokken. Er is eentje bijgekomen en eentje uit de jeugd doorgeschoven. Dus zijn er 2 bijgekomen. Hadden jullie daar nog eentje bij hebben? Ja, voor? Daar zijn we ook nog wel mee bezig. Hè. Ik denk dat er, de transferwindow, de officiële window, is afgelopen. Ik verwacht er wel een beetje een schaduwwindow achteraan komt, omdat er toch wel heel veel transfervrije spelers nog zijn. Dus we zijn nog zeker nog bezig met een keeper en dat proberen we nog steeds zeker te doen. Met Erwin Mulder hebben we goede vervanger voor Wan Raan opgehaald. We wisten dat met Jamie Kuzen dat we daar een talentvolle jongen uit de academie dat we die hebben. Dus daar hebben we ook ruimte voor gecreëerd. Alleen, zoals je zei, er komt nog een keeper bij. Daarnaast had bijvoorbeeld Joey Veerman zichzelf goed in de kijker gespeeld. Jullie hadden het contract eerder ook al opengebroken. Is er dan ook een doelstelling behaald om hem juist te behouden? Ja, nee, goed. Kijk, het is gewoon een goed signaal. En het is altijd lastig om te zeggen wat is je beste transfer als club. We hebben een paar goede gedaan, denk ik. Alleen als je kijkt naar scouting, kijken mensen heel vaak naar buiten. Nou ja, wij proberen altijd eerst in tent te kijken. Dus naar je eigen groep, maar ook gewoon naar de academie. En we waren met z'n allen overtuigd van dat we eigenlijk, ondanks dat Joey nog 2 jaar een optie had, dat we dat graag wilden openbreken. En dat wilde Joey gelukkig zelf ook. Dus ik denk dat het een heel goed signaal geweest is naar iedereen alles van dit is een jongen die nog 4 jaar vast ligt, die voor de lange termijn, dat waar de club ook weer zowel sportief als financieel hopelijk heel veel plezier aan gaat beleven. Dus dat was denk ik een heel belangrijk signaal naar de groep toe, maar ook naar de organisatie toe.
En in totaal zijn er 14 uit en ook ongeveer 14 er weer bij gekomen. 4 wedstrijden gespeeld, 10 punten gehaald. Ja. Het gaat dus best heel goed. Hoe prettig gevoel is dat ook dan? Want het zijn wel eigenlijk allemaal weer nieuwe jongens. Na zo'n voorbereiding is het altijd spannend van hoe sta je zo'n eerste wedstrijd erop. En als je dan 10 uit 4 hebt, dat teken je daar van tevoren voor. En dat is hoopgevend. Hè. We zijn er nog niet. We hebben een goede start. We hebben een selectie waar kwaliteit in zit. Zowel korte als lange termijn. Er zijn nog 10 wedstrijden naar de winterstop. Dus dat is een korte periode. Dus daar zullen we iedereen ook hard nodig hebben. Maar het geeft heel veel hoop naar de toekomst. Dat we ons door kunnen ontwikkelen.